Je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Nederland heeft een wisselend bewolkt plaatje boven het hoofd, met hier en daar wat wolken, maar ook zeker ruimte voor veel zon. De komende uren gaan de stapelwolken langzaam wat verdwijnen, zeker als het straks wat begint af te koelen. We hebben nog wel wat sluierwolken die we overhouden. Vanavond dus een wat wisselend beeld, met hier en daar ruimte voor opklaringen, hier en daar ook een paar wolkenvelden. Maar het blijft in elk geval droog en de temperatuur blijft ook lang boven de 20 graden. De tweede helft van de avond gaat het kwik wel onder die 20 graden zakken. En in de nacht koelt het wat verder af. Dan kan het in het binnenland afkoelen tot rond een graad of 10. In het zuiden en westen van het land liggen de minima wat hoger. Morgen beginnen we dan de dag met flinke zonnige perioden. De temperatuur loopt ook snel op en het wordt 25 graden in het noorden, 28 of misschien wel 29 in het zuiden van het land. De wind waait uit het zuidoosten en is matig en blijft dat ook een groot deel van de dag. In de loop van de middag begint de wind van het zuidwesten uit langzaam wat te draaien, wordt meer zuidwestelijk en tegen die tijd begint dan ook langzaam de kans op een lokale regen of onweersbui toe te nemen. En die kans is er dan eigenlijk alleen voor het zuiden en met name in de avond. Donderdag kan er op meer plaatsen een enkele bui vallen... maar ook dan zijn de neerslaghoeveelheden zeer beperkt. De wind is west tot zuidwest. Dat betekent ook dat het wat minder warm wordt. 20 tot 23 graden. Heel normaal Nederlands zomerweer. Hebben we vrijdag ook misschien een graadje stijging van temperatuur. En ook in het weekeinde zitten we ruim boven de 20 graden. Misschien een onweersbui later op zaterdag. Maar er blijft ook geregeld ruimte voor de zon. De lange termijn nog eventjes. De onzekerheid zien we flink groeien. De bovenkant van die licht... De grijze lijn markeert de maximumwaarde van temperatuur. En de onderkant van die grijze lijn markeert de minimumwaarde daarvan. Nou, je ziet dat dat gebied heel erg groot wordt. En midden volgende week kan het net zo goed 17 als 27 graden worden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl